Hallo allemaal, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. In deze video wil ik graag met jullie delen hoe ik mijn jonge paard Jai train. Ik ben lichte Tour Amazone, instructeur en gedragstherapeut voor paarden. Als je met een paard gaat samenwerken, vind ik het heel belangrijk dat het paard mentaal goed in zijn vel zit, omdat dit ook het leervermogen beïnvloedt. In het management van mijn paarden houd ik me altijd vast aan de drie F's. Deze staan voor friendship, contact met soortgenoten, forage, onbeperkt toegang tot ruwvoer en freedom, vrije beweging. Jai heeft heel veel steun aan mijn 25-jarige fjord Superguus, die jullie hier ook in beeld zien. Hij geeft Jai enorm veel rust en zelfvertrouwen mee. Oudere paarden zijn echt goud waard en een enorme hulp als je een jong paard traint. Guus is natuurlijk sowieso goud waard voor mij. Als je net een jong paard hebt gekocht, dan kan de nieuwe omgeving nog best heel spannend zijn voor je jonge paard. De eerste periode dat ik Jai had, heb ik heel veel saaie wandelingen aan de hand met hem gemaakt en samen met hem de omgeving verkend. Vanaf de grond kan je paard jou goed zien en jou volgen. Als je erop zit, kan een paard je moeilijker zien en als hij dan iets eng vindt, is het vanuit het paard meer alsof hij er alleen voor staat. Vanaf de grond heeft hij steun aan jouw reactie. Het is heel belangrijk dat je rustig blijft en er niet een te groot punt van maakt als je paard ergens niet langs durft. Als een paard angst heeft, dan heeft hij al heel veel interne spanning. Als je dan ook nog druk gaat geven van buitenaf, wakker je deze spanning alleen nog maar meer aan. Bij angst kun je het beste ontspanning gebruiken en bij grote angstproblemen kun je positieve bekrachtiging inzetten door middel van bijvoorbeeld target training. Jai heeft geleerd om iets wat hij spannend vindt aan te raken. Hier zie je bijvoorbeeld dat hij deze bezem een klein beetje spannend vindt en daarom raakt hij hem aan. Als hij hem aanraakt, haal ik de druk weg. Dus de bezem haal ik dan weg. Dus hetgene wat hij eng vindt, dat haal ik dan weg. Dit geeft hem extra zelfvertrouwen als hij iets eng vindt, want hij heeft het gevoel dat hij iets meer controle over de situatie heeft. Je kunt deze verkenningsperiode ook gebruiken om bijvoorbeeld de trailer te verkennen, zonder dat hij ermee moet reizen. Ik ben nou bijna in de trailer, Jai. Maar het is eigenlijk de verkeerde kant, want de achterkant is het tegen de heg. Dus... ja, je past eigenlijk niet zo erin. Maar je loopt heel makkelijk erop. Ja. Soms hebben jonge paarden ook gewoon even te veel energie. En daarom is het ook fijn als je een jong paard even kan laten uitpokken aan de longeerlijn voordat je ermee gaat samenwerken. Zo kan hij even zijn overtollige energie kwijt. Maar longeer nooit te lang, omdat langdurig op een cirkel draaien schade kan brengen aan de benen van een jong paard. Hoe kleiner de cirkel, hoe groter de belasting op de benen van je paard. Paarden wisselen net als mensen hun melktanden. Dit begint bij paarden als ze 2,5 zijn en is voltooid als ze 4,5 zijn. Ze hebben in deze jaren dan vaak extra behoefte om ergens in te bijten. Jai krijgt zo zijn hoofdstel aan en dat vind ik ontzettend leuk. He, Jai, een hoofdstel met een bit. Kom niet aanzitten met een bitloos hoofdstel, Jai. Hij wil een bit in zijn mond. Omdat ik Jai het vlemen heb aangeleerd, kan ik makkelijk de voortanden bekijken. Tijdens het wisselen van de melktanden ziet de mond er soms griezelig uit, met losse of uitgevallen tanden. Maar meestal komt het allemaal gewoon goed en is er geen reden tot paniek. Laat eens zien, baby Jai, wat jij in je mond hebt. Nee, de andere kant, de lelijke kant wil ik zien. Ja, goed. Deze kant. Ja, laat maar zien. Goed zo, doe maar. Zo, ja, netjes. Oké, okay. Ja. Nog iets groter je mond open doen. Doe maar. Ja, netjes. Maar zien. Dat je aan het wisselen bent. Kijk. Ja, baby Jai is aan het wisselen, hè? Ja, het ziet er fantastisch mooi uit van binnen met die mond van jou. Goed, joh. Laat mij zien aan iedereen. Oh, en aan de andere kant vallen er ook al tanden uit, hè? Ja. Net een horrorfilm bij jou in de mond, hè? Ja. Griezelig. Wat vind jij ervan, Guus? Mijn paarden, ook mijn wedstrijdpaarden, dragen geen hoefijzers. Dit vraagt wel om een aangepast management. Mijn paarden worden niet bekapt door een traditioneel geschoolde hoefsmid, maar door een barefoot trimmer. Het
maakt echt een wereld van verschil als je de hoeven van je paard op lange termijn goed wil houden zonder ijzers en ook ijzerloos wil uitbrengen op wedstrijd. Als je paard net als jij al op ijzers heeft gestaan, kan het een jaar of langer duren tot de hoeven zijn hersteld. In deze overgangsperiode is het verstandig om hoefschoenen te gebruiken als je paard gevoelig loopt op bepaalde bodems. Al mijn paarden hebben sowieso hoefschoenen in hun garderobe voor het geval dat ze nodig hebben. Maar ik gebruik ze eigenlijk bijna nooit. Als je paard wel hoefijzers heeft, dan is het verstandig om beenbescherming te gebruiken, omdat ze zichzelf flink kunnen openhalen met hun hoefijzers. Ook in de wei of in de paddock. Ik probeer zelf zo min mogelijk beenbescherming te gebruiken, omdat het voor oververhitting van de pezen kan zorgen. En dit maakt de pezen vatbaarder voor blessures. Ik gebruik meestal wel beenbescherming bij het longeren, omdat jonge paarden soms tegen de wand kunnen vallen. Ik vind beenbescherming wel super mooi staan en gebruik het vaak wel voor fotoshoots, shows en prijsuitreikingen. En verder zorg ik altijd dat de neusriem niet te strak zit. Kijk, hier kun je makkelijk twee vingers tussen doen. Juries zien liever geen monden die open gaan. Het is eigenlijk zonde om voor die reden de neusriem zo strak aan te binden. Want hier zitten ook allemaal zenuwen. En dat zie je bij veel stallen dat de neusriem van het aansnoeren, dat heel strak wordt gedaan. Dat dan juist het openen van de mond bevordert. Dat ze juist de weerstand daardoor krijgen. Het openen van de mond kan ook komen omdat ze de rug niet goed gebruiken. En dat is gewoon bij een jong paard is dat sowieso. Die gebruiken de rug nog niet helemaal perfect volgens het boekje. Dus die hebben altijd een beetje dat ze kauwen en de mond open doen. Dus dan ik vind altijd dat de jury daar niet te zwaar op moet leggen op een mond die open gaat. Wees blij dat die mond open kan. Dat is alleen maar fijn voor het paard. Een knapperd. Hij heeft een klimhoofdstel van Carletto, extra full size. Dat is eigenlijk iets te groot voor hem. En hij voor de wedstrijden heeft hij ook een McClim, alleen dan zonder dit ringetje erop. Omdat dit met wedstrijden niet mag. Maar het is wel heel handig met longeren, vooral als je een jong paard hebt. Dan kun je hem hier aan doen, dan hoef je niet aan de mond te zitten. Echt super fijn zo'n kaptoon dat ze erin verwerkt hebben. Wat ik ook heel fijn vind aan dit hoofdstel is dat de bakstukken zitten aan de neusriem vast. Kijk maar, dit is één stuk. En daardoor ligt het bit nog stiller. Je hebt ook nog een clipje bij de McClim, dat je hier kun je het bit. Ik heb een gaatje in mijn hand, want het ziet echt heel armoedig uit. Dat je dit nog aan elkaar vast kan maken. Dan heb je een soort van, als je dan een ophouding geeft, dan gaat het ook via de neus. Dus dan ontwijk je eigenlijk de druk op de tong. Ik ga zo laten zien hoe jij traint en hoe ik opwarm van training. Jij is 4 jaar KWPN van Chippendale keer Tayano keer OOZEP. Jij en ik hebben hem gekocht in Egmond. Ik begin vaak met heel erg saai en simpel grondwerk. Hier zie je ons wat schouder binnenwaarts en wijken voor het been doen. De druk met de zweep houd ik op dezelfde plek als waar ik de beenhulp geef wanneer ik erop zit. Ik focus vooral op het binnenachterbeen. Ik kan vanaf de grond goed zien of hij in een oefening zoals schouder binnenwaarts zijn binnenachterbeen onder zijn lichaam zet en niet uitzwaait zonder onder te treden. Wanneer een paard zijn achterbeen ondertreedt, bolt de rug iets op. Dit is heel belangrijk voor de ontwikkeling van de toplijn, omdat een paard het ruitergewicht dan beter kan dragen. Dit kun je bij jezelf ook uittesten. Als je zelf op handen en knieën iemand op je rug draagt, dan kun je makkelijker gewicht dragen met een bolle rug dan met een holle rug. Het is belangrijk dat een paard in een zo voordelig mogelijke manier zijn lichaam leert te gebruiken wanneer het bereden wordt, zodat ze geen fysieke klachten krijgen en ook op oudere leeftijd gezond blijven wanneer ze bereden worden. De oplettende kijker heeft misschien gezien dat Jai's geslachtsdeel eruit hangt. Dit doen de meeste ruinen en hengsten die met voerbeloning worden getraind. Dit is in deze context een teken van ontspanning. Ik vertel zo meer over het trainen met voerbeloning. In de rijbak wil ik dat het paard ontspannen is en zich op mij concentreert. Als een jong paard te afgeleid is, probeer ik zijn aandacht op mij te laten vestigen door hem een opdracht te geven. Je kunt bijvoorbeeld een oefening als het vlemen vragen.
Bij het vlemen gebruik ik positieve bekrachtiging. Positieve bekrachtiging betekent dat je gedrag bekrachtigt door iets begeerlijks toe te voegen, wat zorgt dat het gewenste gedrag toeneemt. Voer is een van de meest begeerlijke en effectiefste bekrachtigers, maar daarom ook heel riskant als je verkeerd timed. Je kunt dan bijvoorbeeld juist ongewenst gedrag bekrachtigen. Het is heel belangrijk dat je eerst les neemt hoe je op deze manier traint. Bijvoorbeeld van een instructeur die ook een klikkercursus heeft gevolgd. Je moet het gewenste gedrag binnen 3 seconden bekrachtigen. Als je te laat bekrachtigt, bekrachtig je het verkeerde gedrag. Om precies te kunnen timen is het belangrijk dat je een secundaire positieve bekrachtiger gebruikt. Dit kan je stem of een klikker zijn. Na de secundaire bekrachtiging volgt altijd de echte bekrachtiger, het voer. De secundaire bekrachtiger voorspelt dat de beloning eraan komt. Hierdoor heb je een bruggetje van tijd om je voer te kunnen pakken. Een belangrijke basisoefening bij het trainen met voerbeloning is dat het paard leert te wachten op het voer tijdens het voermoment, zijn hoofd van jou wegdraait en niet met zijn benen in jouw richting stapt. Hij mag nooit het voer opeisen of opdringerig worden. Ook de piaf kun je aanleren met positieve bekrachtiging door middel van shaping. Bij shaping beloon je steeds een klein stukje van de uiteindelijke oefening totdat het paard de hele oefening kent. Ik laat nu een voorbereidende oefening zien van de piaf. Ik focus bij deze oefening enkel op de achterbenen. De voorkant brengt het paard zelf in balans naarmate hij gaat ondertreden en de voorbenen gaan vanzelf meedoen met het ritme van de achterbenen naarmate de oefening vordert. Om op de plaats te kunnen draven moet het paard zijn bekken kantelen waardoor hij zijn schoft oplift. Als je de voorkant van je paard te veel blokkeert, kan hij zich minder goed opliften uit zijn schoft. Om de zelfbalans van je paard te verfijnen, kun je ook zonder hoofdstel de piaf vragen. Ik vind de piaf een hele fijne oefening om het paard zich bewuster te maken van zijn achterhand in de training. Tijdens het opstijgen wil ik dat mijn paard stilstaat en mij graag op zijn rug wil hebben. Daarom gebruik ik ook tijdens het opstijgen positieve bekrachtiging. Een jong paard moet leren om ook met het gewicht van een ruiter op zijn rug in balans te lopen. Je paard moet goed op je hulpen reageren, zodat je hem hierin kunt begeleiden. Dit lukt alleen als je als ruiter weet hoe je een hulp aanleert aan een jong paard. Hou het heel simpel. 1 been betekent zijwaarts, 2 benen betekent voorwaarts. Maar hoe maak je dat duidelijk aan je paard? Zodra hij voorwaarts gaat voor de druk van je been, haal je de druk weg. Hierdoor leert hij de druk van het been te ontwijken door voorwaarts te gaan. Zou je bijvoorbeeld druk blijven geven met je been terwijl hij al voorwaarts reageert, dan leert hij dus minder goed op jouw been te reageren. Als jij geen hulp geeft, dan moet hij in hetzelfde tempo doorgaan en probeer je hem zo min mogelijk te storen. Bij het aanleren van de hulpen aan een jong paard zijn de hulpen soms nog best groot. Het is de bedoeling dat hij na verloop van tijd op steeds kleinere hulpen antwoord geeft. Dit doe je door altijd met de kleinste hulp te beginnen en als hij daar onvoldoende op reageert, corrigeer je hem door de hulp groter te geven. Als je paard goed op je hulpen reageert, kun je hem leren van achter naar voren bij elkaar te lopen en hem steeds meer te verzamelen. Dit doe je door de voorwaartse energie die je met je beenhulp hebt afgesproken in je hand op te vangen door weerstand te bieden zonder je hand naar achteren te plaatsen. Je moet bijna het gevoel hebben dat je juist de teugels naar de mond toe duwt. Als je meer tips wil krijgen via mijn video's, abonneer je dan op ons kanaal, like deze video en deel hem met anderen die misschien ook iets hebben aan deze tips. Heel erg bedankt voor het kijken en tot de volgende keer!